We gebruiken piepschuim voor de muren en de vloer. Markeer het dak. Markeer de lijnen. Laten we verder gaan met bouwen. Ons huis zal nog beter worden. De vloer is bedekt met witte acrylverf. Kopieer de lijmdruppels. Strooi er piepschuimballetjes op. Zet de muren vast. Bevestig behang. Rol een bal uit luchtdroge klei. Kopieer dat langs de hele rand. Stempel het. Verf het koekje. We hebben er nu 2. 4. Nee, 8. We raken de tel kwijt. Peperkoekmannetjes, kunnen jullie ons helpen de tegels neer te leggen? Nu is de vloer bedekt met knapperige koekjes. Dit houten stokje is gebogen tot een boog. Verbind de stukken om een raam te maken. Verf het in een donkere houtkleur. Wikkel het rond het raam. Het ziet eruit als glazuur. Voeg nu druppels glazuur toe aan de muren. Laten we wat witte verf toevoegen. Ah, het is koud! Verf de bovenkant. Een stuk piepschuim en een paar dunnere stukjes kunnen een schoorsteen worden. Breng chocoladeglazuur aan met zoete druppels. Oh, het sneeuwt weer. Zet de schoorsteen erop. Verf een plastic buis wit. Het lijkt wel een zuurstok. Waarom zijn deze schoenen hier? Om een cirkel van ons te stempelen. Knip wat structuurschuimpapier. De boom is bedekt met groene takken. Wikkel een feestelijke slinger rond de boom. Voeg pompons toe. Het begint al aardig op kerstmis te lijken. Maak een open haard van piepschuim. Bevestig een schoorsteenbuis. Dat begint er lekker uit te zien. Nu wordt het geheel geverfd. Maak kousen van vilt. Versier het met een boom en een bontkraag. Hang de kousen boven de open haard. De kerstman zal hier cadeautjes in achterlaten. Maak een krans van pijpdragers en satijnlint. De open haard is klaar. Kousen, een krans en houtblokken op het vuur. Zet een familiefoto in een gipslijst. Dat is zo schattig.
knip houten ijslolliestokjes. Deze stukken piepschuim zijn lagen van onze taart. Rol boetseerklei uit. Bestrijk de lagen en zet ze allemaal op. Versier de bovenkant met glitter. Dit is eigenlijk een plank. Hier kunnen we van alles opzetten. Maak meubels van een plastic fles. Voeg randen toe. Houten stokjes worden de poten. Bedek de zitting en rugleuning met zachtere stukken. Deze peperkoekman heeft een verrassing voor ons. Voilà, kijk, een kegel. Dat wordt het onderstel van dit tafeltje. Voeg stroken schuimpapier toe. Deze meubelset staat geweldig in de kamer. We hebben wat plastic nodig. Dit is een zijstuk voor een stoel. Deze schommelstoel wordt veel gezelliger met een fauvuurkleed. Leg een zacht wit kleed neer. De open haard heeft een rooster ervoor. Deze boos verandert in een hommelpaard. De peperkoekfamilie geniet van een peperkoekhuisje. Het is hier zo gezellig en warm. Het is eindelijk vakantie. De peperkoekmensen genieten van wat lekkers in hun nieuwe huis. Maak een speciaal huis van kartonnen stukjes. Vorm de dakpannen. Het lijkt wel een peperkoekhuis. De post van de kerstman. Wie is daar? Oh, vogeltje. Hallo. Op het bord staat Noordpool. Alle kinderen kennen het adres van de kerstman. Maak een kerstboomsilhouet op groen veld. Lijm een heleboel zakjes. Eén voor elke dag van kerstmis. Er zitten cadeautjes in elke zak. Gaaf! Wachten als dit is zo leuk!